Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op Eftelingen met deze keer het nieuws van de afgelopen week. Zin om je te verheugen op een vakantie later dit jaar. Een vakantie in het vooruitzicht is zo fijn. Zeker nu, wist je al dat 15% vroegboekkorting ontvangt wanneer je 4 maanden vooraf boekt? Heb je ook al zo zin in de sprookjesachtige verblijf in de wereld van de Efteling? Wie graag vooruitkijkt, kan al een vakantie boeken. Zo ben je zeker van je favoriete accommodatie en heb je iets heel leuks in het vooruitzicht. Boek zonder zorgen. In het geval dat de Efteling vanuit de overheid moet sluiten, tijdens jouw verblijf krijg je je voucher aangeboden om opnieuw te boeken voor een later moment. Wat maakt de overnachting in, het Eft in de Efteling zo bijzonder? Wakker worden in de Efteling, wie wil dat nou niet? De mogelijkheden zijn eindeloos. Van een luxe the thema tot een unieke boomhut midden in de natuur. De familiehotels en resorts liggen op loopafstand van de Efteling. Gasten van het Efteling Hotel en Vakantiepark Efteling Bosrijk kunnen bovendien ook ontspannen in het warme water van zwembad het badhuis. Vakantie Efteling Bosrijk open tijdens lockdown. Snak je nu al naar een andere omgeving? In een van de luxe en sfeervolle vakantiewoningen midden in de natuur van Efteling Bosrijk kom je echt helemaal tot rust. Normaal gesproken is een verblijf in Efteling altijd inclusief entree tot het park. Omdat het park nu tijdelijk gesloten is, vervallen deze kosten. Je profiteert nu dus van een veel lagere tarieven. Tip: de gratis wifi is prima in het vakantiepark. De perfecte plek dus om thuis te werken of online lessen te volgen. Dus ja, en hier zijn ze bezig met uh, de nieuwe dingen. Raildreiging Efteling loopt af met een sisser. Geen ongeregeldheden. De massale verspreide oproep om te gaan rellen in de Efteling of bij de Efteling heeft deze avond niet gezorgd voor ongeregeldheden. Even werd gevreesd dat het spookspraak het slachtoffer zou worden van de railschoppers, zoals andere plekken in Nederland eerder al aan de beurt kwamen. Alle nog aanwezige personeelsleden werden om die reden smeders al naar huis gestuurd. Voor de zekerheid kozen ook verblijfgasten in vakantiebosrijk ervoor om vroegtijdig te vertrekken. De Efteling is al ruim zes weken gesloten, maar overnacht is nog steeds mogelijk. Uiteindelijk bleef het stil rond de Efteling bevestigd een politiewoordvoerder aan Loopings. Er verschenen geen herrieschoppers en er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie heeft wel extra toezicht gehouden vanwege het bericht, maar het was rustig, aldus de voorlichter. De Efteling ging er dinsdag al vanuit. Dat het oproeploos alarm was. Na, al, na onderzoek van de politie werd gedaan. Aan een misplaatste grap. Uit voorzorg bleef men maakzaam. De omgeving van het attractiepark werd scherp, scherp in de gaten gehouden. Nou, dit uh, heb ik net ook voorgelezen. Ja, ze stuurden eerst uh, ook de mensen eerder naar huis. Dus ja, dit was een korte update video, zeg maar. Maar er was niet veel nieuws. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Like deze video. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.